heb veel aan te merken op overgewicht, maar hier zie je dat het wel helpt. Deze heeft gewoon een ingebouwde airbag. Ja, maar niet alleen de snelheid die je maakt, maar ook gewoon de klap die je opvangt. Dat vind ik wel knap, hoe die snelheid heeft kunnen maken. Het doet me denken aan hoe ik seks heb. Een hele harde aanloop en dan huilen. Van de andere kant van de gang zo. Ja, maar klink je dan ook zo als je komt? Die we laatst hadden van die gozer op die scooter die zichzelf spieste. Maar dit is ook zo'n lekkere tokkie die je het ook gunt, weet je wel. Ja. Dit is gewoon echt zo'n gast. Ik denk dat de buurt heeft dit ook 80 keer teruggekeken. Van eindelijk heeft die gast, gaat hij vol op zijn bek. Dat jochie van net was gewoon zo leeglopen, zo'n ballon zo. Mijn eerste ervaring met de elektrische step was niet zo goed. Ik geef dit 5 enorme dikke reten. It's a lot of fun, a whole day. Stop! Oh, oh! Oh, 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 oh! Het doet me wel denken aan porno. Zeg maar, als je van die hele overdreven gag, reflex shit kijkt. Je zit helemaal op de seks gedaan. Ik ga even een koffie halen. Ja. Nu al, we hebben 2 filmpjes gekeken. Ja, okay, maar trek je even af, joh. Ja. Okay. Dat valt toch niet op met dit scherm. Ja, ik heb geen rust. Ik vond een beetje seksueel gefrustreerd over. Ik denk dat hij een beetje liefde mist. Dat is het. Ja. Het is alleen maar lust. Ja, precies. Hij mist een beetje liefde. En ook, als jullie kijken, stuur even een DM'tje naar René van Leeuwen en zeg dat je van hem houdt. Stuur wat hartjes, stuur wat kusjes. Het zou heel erg leuk zijn. Shalala, I love you. Shalala, I need you. Kom op dan. Godverdomme. Wat je erbij zet. Wat beest. Oh! Welkom. Wat, deze schermen bij Dumbledore zijn echt 249. Gooi, deze zijn met echt nooit schoongemaakt. Martijn Koning! Hey! Leuk dat jullie allemaal kijken. Met Nicky de Pikkie. En met René. Een van de knapste mannen van Nederland. Met snor. En Pijpbekkie. Je moet zo'n zuiger mee, man. En een muur erbij. Nee hoor. Jawel, die heb ik nog nooit gezien. En dit is wel echt nieuw, die deur hadden jullie ook niet. Ben je zo lang geweest? Heel lang. Ja, dat hebben we heel vaak lui niet afgezegd, denk ik. Ja, dat heeft heel lang geduurd. Imke plant altijd heel leuk gasten in en goede gasten. Zo. Oh, en dan, als we op het laatste moment hebben, dan een afzegging. En dan is het altijd, ja, wie zullen we bellen? René van Meurs of Martijn Koning? Oké, okay, nu moet je echt serieus kappen. Nou, we hadden eerst René van Meurs gevraagd, die kon niet. Nee, dit is niet waar. Echt een hele ranzige schermen, wat is dit? De dumpet variant van corona oplopen hier. Ja, dit is... Dat is corona in je reet, denk ik. Ja. U heeft reet corona. Het voelt ook wel een beetje soort, nu ook die Britse variant, voelt niet alsof een land een SOA heeft. Dat is nu, oh shit. Dat is ook, Engeland heeft het heel lang voor zich gehouden. Oh, Engeland heeft seks gehad met China. Ja. Engeland andere landen bellen. Hij gaat hem breken. Oh! 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 Ah, nee, maar dit wil ik echt niet zien, joh. Dat zie je toch van holy shit, kilometer aankomen. Oh, maar wat breekt? Laat even zien wat breekt dan. Volgens mij breekt zijn eigen been. Volgens mij breekt zijn bovenbeen. Ja, ik denk niet dat hij als enige... Oh! Dan ben je toch wel de grootste kneus van het worstelen ooit. Als je gewoon je eigen been brengt. Goeie techniek. Je tijdreken. Zeg dat ook bij het worstelen. Go break a leg, weet je wel, van tevoren. Ja. Het geluid is ook echt een... dit zijn zo voor knaks leven worstelen. Weet je, of dat je die... dit hoor je als een goed sappig worstje. Of als je zo'n... alleen in, in de commercials is dat als je zo'n Magnum eet. Dat heb ik ook nog nooit gehad. Als zo'n Magnum, dat je zo... Ik heb heel veel Magnum Minis. Wat een referentie. Je hebt zo'n rare aura vandaag. Ja, normaal niet gelukkig. Ja. Oh, zijn been blijft gewoon liggen, hè? Oh my god. Hoe gaan ze dat gipsen? Nee, maar dit is Oezbekistan. Dat gaat gewoon wat papier-maché omheen. Dit is gewoon... Hanteeuwen. Er zitten van die dekhengsten thuis die denken... Wat moet ik met mijn lullende lockdown? Moet ik met mijn lullende lockdown? Shalalalalalala, moet ik met mijn lullende lockdown? Ik zou zeggen, koester hem. Dat is de enige vriend die je nog een hand mag geven. En die in je gezicht mag spugen. Doe je dat ook? Nee. Het lijkt me ook heel raar. Jij laat je gewoon droog afjuinen. Ja, maar dat kan toch gewoon gepuit worden dan? Tuf jij op je eigen hand en dan ga je jezelf drukken? Nee, ik heb gewoon allerlei soorten olie. Wat is er met je aan de hand, René? Moet ik met mijn lullende lockdown?
Dat is prachtig. Er zitten van die dikhengsten thuis die denken, wat moet ik met mijn lullende lockdown? Moet ik met mijn lullende lockdown? Maar nog 1 minuut erbij en je hebt gewoon een hit. Ja, hij is minder. Ja. Zet dit maar af. Normaal vind ik het origineel vind ik beter dan een remix of een videofuck of weet ik wat allemaal. Maar in dit geval vind ik de remix beter dan het origineel. 6 reten. Dan vind ik het origineel beter dan de remix. 10 reten. Ik weet ook niet wat ik moet met mijn lul. Nou, niet op spugen. Begin eens met meer respect voor je lul te hebben. Maar jullie doen dat ook nooit? Gewoon smack. Nee, dat is het, waarom zou ik dat? Dat pijn ook. Ik doe heel vriendelijk tegen mijn penis. Ik zie echt voor me dat René gewoon aan druk en dat hij dan zo zichzelf op zijn ballen slaat. Nou, ah, ik denk dat zijn penis ook gewoon bang voor hem. Ja. Zijn broek uit, nou daar gaan we weer. Nee! 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 Hij had er ook 2 oogjes op getekend. Ik ga wel even koffie halen. 2 van die googly eyes. Dat hij ook zo, dat ze zo'n klein briefje vindt, zo. Help mij. Help mij. Ja, de politie. Moet ik met mijn lul in de lockdown? Zijn pik zingt gewoon, wat moet ik met zo'n lul in de lockdown? Is hij echt weg? Ik weet niet wat hij aan het doen is. Hij is een liedje aan het zingen, terwijl hij een koffie had. Moet ik met mijn lul in de lockdown? We moeten echt iets leuks doen voor René, jongens. Ik zou zeggen, koester hem. Heb je het nog over mijn lul? Nee. Help mij, help mij. Hoor je dat? Ik zou het niet zeggen, maar mijn leven is echt kut. Hé, je gaat wel lekker, man. Pizza punt, pizza punt. Oh, kut. Dit is 10 reten. Dit gaat alle reten te buiten. Oh, kut. Gewoon bij de eerste denk je al. Yes! Yeah. En dan komt de tweede ook nog. Oh, kut! Die vonken wel echt heel vet. Een soort Mission Impossible actiefilm. Ik doe thuis nu ook strek- en rek-oefeningen. Help in de badkamer. Kut! Nou, laat maar. Ook van die morse vlaggen. Ik vind het heel vet en ik daag iedereen uit om na 8 uur naar buiten te gaan om dit soort onzin uit te halen. Lekker bezig. 4 reten. Hou je, zit je nou? Normaal hebben we Sylvana en die is lief voor mij. En als hier mannen zijn, dan zijn ze gemeen. Ah nee, maar dat gaan we helemaal lief doen. René, wat een ik neem het helemaal terug. Je ziet er ontzettend goed uit. Je bent naar binnen een gaan, mooie dank je. Je bent een leuke gozer, ja. Je bent succesvol, je hebt zoveel mooie dingen dit gedaan. Dit zegt Sylvana elke week voordat we beginnen, dit soort dingen. En dan doet ze een make-up. Ja, maar op een domme manier. Nee. En we houden van jou. Ik ook van jou. We houden van jou, René. Ja. Je bent een toffe gast. Box. Heel voorzichtig. En dit heb je ook super goed gefixt trouwens. Ja. Nee, maar dan denk ik echt serieus. Je hebt 2 rechterhanden. Zeker. Ja. Nodig ook. Ja. René van Leeuwen, dames en heren. Nou, hè? Haal van je pik uit zijn mond. Kunnen we verder. Super, man. Echt, als mensen iets doen voor de dieren, dat, ja, dan ben je gewoon heilig. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, die vleermuizen die verspreiden allemaal ziektes. Hoe denkt u daarover? Vleermuizen, die kennen geen ziektes. Vleermuizen, ja, hebben eigen... Dit is Batman na een Tia, volgens mij. eigen gezondheid. En mensen mogen alles weten over vleermuizen. Het is ook zo, dit is waarschijnlijk de enige allochtoon in Zeeland. En die is dan zo, weet je wel. Maar je moet niet alles geloven wat vleermuizen zijn. Ja. Er zijn mensen die vleermuizen eten. Het is wel een lieve gast, dat zie je aan alles. Maar hij is wel echt knettergek. Deze gast moet je niet op je kinderen laten passen of zo. Dat is wel één ding wat zeker is. Die voert hij aan de vleermuizen. Nee, ik heb niet eens kinderen, maar ik zou ze niet eens om laten passen. Nee, inderdaad. De hele wereld heb ik gemaakt voor de vleermuizen. Bomen. Alles, mensen, alles maak ik voor vleermuizen. En waarom geeft vleermuizen huis? Geef ze dan een bedcape, ja toch? Ik vind dit een leuke gast. Deze gast krijgt maar 5 reten en een vleermuis. Hij heeft 5 reten, ja toch, nee? Lekkere vent voor mij. Knappe, ja. Slimme, thanks. Ondernemende, succesvolle, lekkere, grote penis hebbende, fijne gast. Reageurs honden! Hebben ze ook vragen voor mij dan? Ze zijn allemaal vragen nu voor snorrebolletjes, want iedereen dacht dat snorrebolletjes kwam. Dus je moet ze beantwoorden als snorrebolletjes. Ik vind het niet leuk dat iedereen nu op René is. Ik zag hem eerst, hij is van mij. Ah, dat is leuk. Wat vind jij belangrijk in een vrouw, René? Communicatie. Billen?
Ze moet billen hebben. Ja. Klaas en Nick zijn volgens mij beste vrienden. Ja, we hebben na de aflevering elkaar gepijpt en alles. Aarsappel schrijft, ik wil weer... Aarsappel past nooit, dat slaat helemaal nergens. Aarsdruif zou kunnen of aarsrozijn. Dus René, niks zo nauw als de eigen klauw. Niks zo nauw als je eigen klauw. Ja, je hebt kinderhandjes waarschijnlijk. Ik begin mij oprecht zorgen te maken over die rode. Heeft hij een burn-out of is hij depressief? Ik word per af... Word... En hij kan niet lezen. Gooi hem maar even over het randje. Ja. Kleine René, gaat het goed met je? Ja. Piep, 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 piep. Een klik tussen Klaas en Nick was fenomenaal. Je zou ze kunnen opgeven voor Dumper Daten. Dat hebben jullie massaal gedaan. We hebben meer dan 100 aanmeldingen gehad. More or less. Met 6 vrouwen. Hey, kun je niet jullie reageurs even oproepen dat ze even mijn Instagram account volgen? Ja, volg allemaal. Martijntje Koning. Martijntje Koning op Instagram. Mira, anillo para el día lunes. Vamos a ver qué pasa el resto de la semana, sobre todo mañana. Habíamos dicho que... Dit vind ik ook leuk. Dikke billen. 5 reten. Que la nubosidad llegaba cuando el miércoles. Bueno, finalmente hoy... Dit is wel, ja... Goedkoop? Zit je nou te zeiken, man? Nou, ik weet niet. Dit is gewoon, ja, zouden mensen dan nog onthouden wat voor weer het wordt? Het is knap. Misschien wil je ermee naar bed, ja, of nee. Maar dan denk ik ook... Ja, dit zou je maar thuis hebben zitten op de bankje. Daar word je toch helemaal gek van. Dat word echt, ja, maar dat helemaal moet je ook gek. Niet willen. Zij is iemand die dan zegt... Ja, het is niet dat ik tegen corona ben, maar ik stel gewoon kritische vragen. Een soort Lieke van Lexmond met de zus in één. Plaatselijke dikke tieten. Naar mijn kant op een kleine piemel. Speciale shout-out voor de piemel van René. Puede cambiar sin duda, pero... We betalen 1 miljard per jaar aan de NPO en ik begrijp niet waarom we dit niet hebben. 1 reet. Het heeft ontzettend mooie billen. Dit krijgt sowieso 5 reten, maar het lijkt me wel echt een... Hoer. 1 reet. Oh, er zit een... Hij gaat af. Die gast er linksonder, die zit af. Kijk. Nee, gaat hij hem doorladen. Is dit de anticlimaxwinkel? Hij gaat er zelf kogels in doen. Hij pakt zijn eigen gun. Maar dit... Oh! In zijn buik echt? Oh, deze gast echt een sjaak. Ik vind het wel tof, die gasten zo aan de zijkant. Die... Oh, heb ik wel gisteren ook al. Ja, die gaat zijn gun checken en die gaat dan af. Ah, oké. Okay. Als ik een wapen zou hebben, die zou ik ook volgens mij binnen 10 minuten gebruiken in de Albert Heijn. Laatst ook was ik in zo'n winkel en dan mevrouw zo... Ik loop gewoon zo naar binnen en ik zo... Kijk dan de pijlen, kijk de pijlen! Nou, de echte, als je dan een gun zou hebben, dan heb je pas in de knie schuift, denk ik. Misschien is dit gewoon de manier van een reaguurder om een vrouw dicht bij zijn pipi te krijgen. 0 reten. 1 reet dan gewoon. Je kunt niet 0 reten geven, toch? Jawel. Er is niemand met 0 reten. 0 reten. Oké, okay, dan Merel. Geef ik 1 reet. Merel. Merel, die zangeres. Je hebt 0 reten. Ah, nee, dit is een prachtige ass, joh. Is dit hoe je dan wordt uitgenodigd overal? Gewoon keihard liegen over mensen en aardig zijn. Nou, nee, dat weet ik gewoon. Het is gewoon een knappe vrouw. Nee, ja, dat zeker. Ze heeft alleen geen reet. Heeft ze zelfs een nummer over gemaakt. Geen reet. En het boeit me geen reet. Tuurlijk heeft ze wel een reet. Maar wat schijnt, waar schijnt ze uit? Stoma. Dan? Als je vindt dat zij. Zeg nee, stoma. Daar heeft ze ook een nummer over gemaakt. Ja. 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 Geen anus. Ja. Lekker met de stoma, stoma, stoma. Ja. Lekker met de stoma. Heb je haar ook niet gedaan, René? Nee, er zit hier een... Ik heb een pet op gehad, maar het heeft niet het beoogde effect gehad. Als iemand een tondeuse heeft hier, kan die dan mijn kruin gewoon weghalen? Ik wil wel gewoon met een normale schaar wil ik het knippen. Ja, is goed. Nee. Nou, dat is wel beter. Ik kan het net nog zelfs hier. Denk je dat het zin heeft, een avondklok? Nee. Nee, dat geloof ik niet. Waarom niet? Ja, omdat het over... Hoezo krijg je vanavond s'avonds wel corona en overdag niet? Jeetje. Maar ja. die knot ook daar rechts, ga je dan op je hoofd staan en dip je dat in de frituurvet? Oh, ik dacht dat het een bosse bol was. Dat is op die manier... Natuurlijk wel bosse bol erbij! Ik weet zeker dat zodra de avondklok er is, dat ik dan precies dan naar buiten wil. Ja. Precies. Oh, fuck it! Nee, maar dan weet ik gewoon, dan moet ik precies iets doen dat ik na 8 uur eruit moet ofzo. Wat ik alleen de sneuiste reden vind, en die vind ik helemaal kloppen, dat aan oude mensen, doet ze te veel denken aan de Tweede Wereldoorlog. Ja. In Nederland is het probleem met de avondklok vooral dat het terug doet denken aan speertijd. Dus dat je niet na een bepaalde tijd eruit mag. Je hebt toch wel dat bij demente mensen, dat als je zeg maar dingen van vroeger voorschotelt, dan kan soms hun brein weer aangaan en hebben ze even zo'n helder moment, weet je wel. Misschien als we dan een avondklok hebben, moeten we ook gewoon wat schietgeluiden en bombardementsgeluiden van die demente ouders. Ja. Duitsers, ze komen! Ja. En dat ze dan toch nog even een heel helder moment hebben. Ja, je hoeft niet eens naar binnen, je kunt gewoon met laarzen zo langs lopen. Zo, dat is al genoeg. In Amsterdam komen ze dan gewoon allemaal. Ja. Hoezo krijg je vanavond s'avonds wel corona en overdag niet? Zie je ook die bosse bol mensen kijken van, ja precies. Ja. Hier hebben we heel de ochtend over gepraat. Ja. Dan neem ik mijn bosse bol vooraf voor dit soort dingen. Ik vind het een slecht idee. 0 reten voor de avondklok. Ik geef de avondklok 5 reten en ik denk dat we het zeker even moeten proberen. Bakje kibbelingen met remouladesaus. Lekker. 5 reten.
Die vrienden zijn, zijn hele slimme vrienden, die helpen ook niet. Maar dit is wel serieus een tactiek die veel mensen gewoon... Wat doet hij? Oei. Ja, hij weet toch dat de Nederlandse politieagenten niet gaan schieten. Zo beter niet rennen. Nee. Nee. Moet je kijken hoe mis die schiet, let op hè. Vet mis. Hoe denk je die gasten raken dan? Het is wel bizar dat je dan gewoon een pistool op 10 centimeter van je hoofd krijgt. Het bizar is toch dat die gast dan nog meer tegen gaat stribbelen. Het zou tof zijn als hij dan precies net een vogel raakt ofzo. Dan had hij 5 reten gekregen. Dit is voor mij 1 reet. En ja, de politie mag misschien wat gerichter gaan schieten. Nooit geschoten is altijd mis. Precies. 3 reet. Omhoog geschoten is altijd mis. Ja. Ik schiet nooit mis. 3 reet. Heel veel in die landen hè, zijn van die road rages en dat mensen elkaar op de bek slaan op de weg en zo. Dat is echt helemaal normaal. Maar die normaal, volgen joh. Elkaar ook gewoon door het hele ja, land ja, ja, ja. Dat ligt aan hoeveel benzine je hebt of je het gaat overleven of niet. Ja, en dan remmen zeker. Козё. Oh, rij hem aan, please. Ik ga zes niet maar. Слышь, ты чё нахуй, блядь? Oh nee, ja precies. Hij beukt hem gewoon in elkaar. Maar dit is ook allemaal zo normaal daar, joh. Dit is gewoon... Dit wordt niet eens verteld bij het avondeten, dit. Dit was gewoon niet eens van... Hoe was je dag? Goed. Oh ja, pap heeft wel nog een of andere soort halve hooligan in elkaar gebeukt. Oh ja, daarvoor heeft papa zijn knokkels even wat gehouden. Hij blijft echt door. Hij blijft echt door, man. Kijk dan. Ja, ik zou het verschrikkelijk vinden om daar te wonen, joh. Ja. 0 reten. Fijn dat iemand had afgezegd en ja. Dat ik op het laatste moment mocht komen. Oh, ik krijg ook een Polaroid. Eén meegeven. Ik moet plassen. Ben je je autobiografie aan het opschrijven? Ja. Nee, ik heb geen auto, hè. Elektrische fiets. Wat je zegt, dit was Dumpert Reten 249 alweer met de geweldige Martijn Koning. Luister allemaal naar zijn podcast, de Knorren Podcast, op alle platforms. Samen met Sander van op Zeeland. Gauw Heertje. Ja. Af en toe Daniel Arends en natuurlijk Martijntje Koning. En luister ook naar de podcast Mand. Een van de allerkortste en leukste podcasts van Nederland. Op de Knorren Podcast na natuurlijk. Nou. Dankjewel jongen. Nee, dat kan niet. Jawel. Scherm. Kom eens even hier jongen. Godverdomme. Wat je erbij? Wat beest. Oh!